Leuk dat je kijkt met Ik Kook met Mathieu. Vandaag op het menu, fusilli, pasta met zalm. En vandaag in het kratje, lekker grote zalm. Zongedroogde tomaten, bieslook, parmezaanse kaas, fusilli, wel de volkoren, champignonnetjes, slagroom, zout en knoflook. Deze materialen ga ik vandaag koken. Mijn kookpan, mijn bordpan, maatbeker, pollepel, wat lepels, even van een theedoek en ei. Vergeet ze niet, hè? De pannen lappen. Ik vul de maaltijd met 500 ml water. Doe het water in de pan en zet hem aan. Half de hele lepeltje zout mag erbij. Het water mag nu aan de kook gebracht worden. Ondertussen zet ik ook de wokpan aan. En een klein stukje olijfolie bij. De pan is goed warm. Een klein beetje knoflook mag erbij. En tegelijkertijd de champignons. En dan bakken we het even lekker goudbruin. De jongens zijn lekker goudbruin aan het worden. Nu mag het smaakje erbij gaan toevoegen. En ook deze laat ik even lekker meebakken. Ook de smaakjes zijn mooi meegebakken. Voeg nu wat room toe. En laten we dit even lekker inkoken. Ondertussen kookt ook gelijk mijn water. Fusilli kan erbij. En dit roer ik even door. En pas op voor kokend water. Ik zet de timer op 10 minuten en druk op start. Nu ik de timer op 10 minuten heb gezet, laat ik deze even verder rustig koken. Maar hij zet het eigenlijk bijna mijn pan bijna helemaal uit. Echt het laagste standje. Ongeveer 5 minuten voeg ik wat bieslook toe. En gelijk wat zalm. Dat het wel lekker voor de smaak al lekker kan intrekken. Hij staat nog steeds laag, hè? 10 minuten zijn om. Ik mag gewoon afgieten. Ik heb hem lekker al dente gehouden. Dat betekent dat hij eigenlijk nog een beetje hard is van binnen. En lekker zacht van buiten. En wil je dat nou niet, pak je dan ongeveer 11 minuten. Ik heb de pasta afgegoten. De pan lappen nog steeds aan. Dus ik voeg hem nu aan de pasta, aan de saus toe. En ik mag nu weer even lekker gaan roeren. Als ik dat nou lekker doe, pak ik wat kaas ondertussen erbij. En stoor ik dat er vast wel lekker overheen. Zodat het lekker overal verdeeld is. Zet ik je pan nog even middelhoog aan. Dus ongeveer op de helft. Zo 1 à 2 minuutjes. Het gerecht is klaar. Ik mag lekker op het bord gaan scheppen. Maar ondertussen dat ik dat doe. Wow, mijn neus die ruikt echt wel heerlijk zelfs. Als laatste een beetje de overbleven kaas eroverheen. En ik zou zeggen, hey, bon appétit. Dit was Ik Kook met Mathieu. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Vergeet niet die duim en die like hieronder. En hey, voordat we het vergeten, de foto, hè. Ik maak een foto. Ik zet hem online. En hashtag Ik Kook Midden en Ik Kook Kratje. Als je die gebruikt, komt alles goed. Tot de volgende keer.